Oh, Vagebond. Wat een leuk restaurant. Zo gezellig. Ja, dat is nog niet alles, hè, lady. Ik heb een gerecht besteld dat we op zo'n romantische manier zullen kunnen opeten dat het nog decennia in het mondiale collectief geheugen zal zitten. Oh, Vagebond. Alsjeblieft, smakelijke eten. Excuseer, meneer. Wat is dit? Geroosterde ovengroentjes met quinoa. Maar dat moet een vergissing zijn. Ik had spaghetti besteld. Is er geen vergissing, meneer. Vanwege de zorgwekkende toename van obesitas bij huisdieren serveren wij honden enkel koolhydraatarme gerechten. Meneer, ik denk dat je het niet snapt. Ik wou die spaghetti op een heel speciale manier opeten met mijn date, hè, zodat we allebei langs één kant beginnen en dan naar elkaar komen en kussen. Dat zou heel romantisch zijn. Romantisch? De hoge bloeddruk, de verhoogde kans op diabetes, de hoge cholesterol. Daar is helemaal niets romantisch aan. Het is dit of niets. Vagebond, is er iets aan de hand misschien? Nee. Heeft u dan niks langwerpigs dat gezond is? Het is toch romantisch, hè, zo'n courgette? Sorry, Vagebond, ik weet niet wat hun kink precies is, maar ik vrees dat hij toch een beetje te marinaal zit voor mij. Salut! Lady! Deze nacht in Bella Notte.